De routiniers van het team is Ageet Boomgaard en zij praat met Erik van Dijk. In de sportslift. Nou, wat ging er mis? Ja, als je de bal niet in schiet en je krijgt in de eerste helft één corner en één kans tegen, je staat meteen 2-0 achter. En ja, we hebben zoveel kansen gehad en echt, het is echt ongelooflijk dat die bal er gewoon niet in gaat. En dan, ja, dan kunnen we nog een uur door blijven hokken hier, maar dan was het de helft denk ik nog niet gemaakt. Was het spanning? Ja, spanning, ik weet niet of spanning. Ik bedoel, ik voel het precies hetzelfde als 2 jaar geleden bij de WK-finale. Op het moment dat het erop aankomt, dan staan we er gewoon niet. En ja, dan kunnen we nog 10 jaar harder gaan trainen en nog meer en nog meer. Maar ja, zo word je nooit kampioen. En ja, daar baal ik echt enorm van. Gewoon het lef dat je moet tonen op een Maman Supreme, dat hebben we gewoon niet getoond. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk. 2-1 in de tweede helft. Dacht je, het kan nog? Ja, uiteraard. We zijn Marcus heel boos geworden in de rust. We zijn met 4 spitsen gaan spelen. Nou ja, dan kom je echt volgens mij binnen een minuut naar rust kom je op 2-1. En dan denk je van ja, nu gaan we door. En nu moeten we toch durven. Maar we durven gewoon de man niet voorbij. We durven geen 2-1 uit te spelen. We durven helemaal niks. Ja, en dan ja, krijg je nog heel veel kansen. Maar ja, dan, ja, wat ik al zei, dan kunnen we nog een uur door hockey en dan maak je hem nog niet. Waar komt die verlamming vandaan, denk je? Ja, geen idee. Ik heb echt geen idee. En ja, ik ben er zelf ook heel erg pissig over. Echt. Wat ik al zei, 2 jaar geleden WK-finale, voelde precies hetzelfde. Je speelde een hartstikke goed toernooi, nu speel je een hartstikke goed toernooi met z'n allen. Maar ja, halve finale zie je het al en nu zie je het weer. Je moet gewoon lef durven tonen. En ja, we zijn gewoon we zijn veel te angstig dan. Wat gebeurde er op het veld nog op het einde? Wel, wanneer bedoel je? Nou, dat jullie naar elkaar aan het gillen waren en aan het wijzen. Wat, na de afloop? Ja, dan ben je gewoon kwaad en dan ben je gewoon boos. En dan, ja, dan baal je gewoon dat je gewoon een gouden medaille verspeeld hebt. Als je een kans had gehad, was het nu geweest. En we hebben hem gewoon eigenlijk gewoon weggegeven. Ben je boos dat je nu je carrière zo moet afsluiten? Ja, ja, gewoon heel erg teleurgesteld. En ja, ik druis gewoon helemaal tegen mijn manier van sport in. Ik bedoel, je moet gewoon met agressie en felheid moet je er staan. En ja, dan kun je in ieder geval jezelf niks verwijten. En nu ja, met de staart tussen de benen. En ja, dan, ja, dan kunnen we nog, wat ik al zei, doortrainen. En dan over 4 jaar weer in de finale staan. En maar dan, ja, als je het Maman Supreme niet kan laten zien, nou, dan lukt het nooit. Kun je je nog herinneren dat je ooit een keer van Duitsland hebt verloren? Ja, vast zeker in een of andere onbelangrijke oefenwedstrijd. Maar niet op een belangrijk toernooi. Eigenlijk alle belangrijke toernooien die ik gespeeld heb, hebben gewonnen van Duitsland. Ja, en in de Olympische finale verlies je. En ja, ik ben echt, ja, gewoon echt boos, teleurgesteld, gefrustreerd, noem het maar op. En ik kan het echt nog niet geloven. Ik kan er nog geen traan om laten op dit moment. Ik ben eigenlijk alleen nog maar kwaad.